En vandaag ga ik het hebben over opgevoerde brommers. Maar wat vind ik daar nou van? Ik vind de snor vind ik eigenlijk een beetje onzinnig. Waar moet je nou met een snorfiets op de weg? Bijna nergens. Bromfiets daarentegen, dus echt de gele plaat, dat snap ik wel dat ze hem opvoeren. Ik vind het wel heel grappig om te zien dat sommige brommers gewoon niet van 110 kunnen. Zou ik het zelf willen? Nee. Nou, ik wil een rondje rijden, maar dat gaat niet. Helaas, ik dacht dat we hier doorheen konden. Maar dat kan niet. Nee toch? Niet dat we weer hetzelfde rondje gaan rijden. Ah, lijkt op het geval niet. Goddomme. Zo, een goede dag dames en heren, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we ergens en ergens naartoe rijden. Normaal neem ik altijd op donderdag uiteraard op. Ik kon de heenweg wel opnemen, maar de terugweg kon ik niet opnemen. Dus nou ga ik deze video even maken. Ik ga even gewoon een lekkere ronde rijden. En vandaag ga ik het hebben over opgevoerde brommers en scooters. En wat vind ik daar nou eigenlijk werkelijk waar van? Laat ik eens beginnen bij de auto hier voor me. Die mag ook zijn auto even opvoeren, want je mag hier gewoon 50. Weet je, je hebt twee categorieën, de brom en de snor. Alle twee de scooters kun je uiteraard gewoon opvoeren. Yeah, no shit, Sherlock. Maar wat vind ik daar nou van? Ik vind de snor vind ik eigenlijk een beetje onzinnig. Ik heb wel eens met iemand gesproken, die had een snorfiets. En die vertelde aan mij dat die snorfiets van hem opgevoerd was. Vroeg ik waarom? Ja, om mee te komen met het verkeer. Ja, weet je, eigenlijk is dat dus zwaar onzinnig. Waar moet je nou met een snorfiets op de weg? Bijna nergens. Wel wat plekken, maar dan zijn het vaak 30 wegen. Zoals dit. Ja, dan moet je met een snorfiets op de weg. Maar hier rijdt bijna nooit iemand. Dus je hoeft niet mee te komen met verkeer. En op een fietspad, ja, dan rijden de brommers, de 45ers. Dus ja, die halen je gewoon in. Maar voor een... vlieg je in mijn bek. Heerlijk. Verder is, heb je geen verkeer. Je hoeft nergens mee te rijden. En je hoeft nergens mee... Het is niks. Dus het is eigenlijk een beetje onzinnig om een snorfiets op te voeren. Het enige wat ik kan bedenken is dat je dan sneller kan. Ja, weet je, dan denk ik zo van ja, beetje onzinnig. Ik ben hier nog nooit geweest in Mook. Ja, ik ben wel eens in Mook geweest, maar nooit in deze kant van Mook. Dus qua snorfietsen, ja, ik snap het niet helemaal. Misschien ben ik het die dat gewoon niet snapt. Maar ja, nee. What the fuck is dit? Nou, ik ga hier niet in. Bromfiets daarentegen, dus echt de gele plaat, dat snap ik wel dat ze hem opvoeren. Want 9 van de 10 keer, eigenlijk 70% van wat je rijdt met een brommer, rij je op de weg tussen de auto's. Heel veel auto's rijden allemaal 55, 60, een beetje op een 50 weg. Kijk, en dan snap ik het dat je een beetje opvoert en dat je mee kan komen met het verkeer. Als je dan zegt van ja, ik wil meekomen met het verkeer, dan snap ik het. Ja, dan heb je ook wel echt van die gasten die gewoon met een brommer. Ik vind het wel heel grappig om te zien dat sommige brommers gewoon niet van 110 kunnen. Zou ik het zelf willen? Nee. Ik ga eens even hierachter kijken. Zo, hier liggen ook even een paar bootjes. Nee, dus ik zal zelf niet een scooter willen die 100, 110, 120 gaat. En dan breng je ook heel veel risico's met je mee. Hè? Het is niet alleen het gevaarlijke dat je eraf valt of dat soort dingen. Maar het is ook gewoon het punt dat je de politie tegenkomt. En vaak is het ook nog als jij één keer even gas geeft, dan zit je aan de andere kant van Groningen. Ja, en als je dan onopvallend wil rijden, ja, dat gaat vaak... Hallo Jumbo! Niet zo wel makkelijk. Ja, je geeft één keer gas en ze zien al meteen een... Weet je dat? Dat is gewoon... Dan weet ze al genoeg. Dus daarom denk ik van ja, weet je... Ik vind het wel grappig om te zien. Alleen... Ja, kijk ermee uit. Ik wil hierin. Haha. Zo, lekker snel afremmen. Heerlijk. Oh, ja, dat kan ook. Ha, rondje van de zak. Hey. Kunnen we hier nergens doorheen? Fuck. Nou, ik wil een rondje rijden, maar dat gaat niet. Helaas, ik dacht dat we hier doorheen konden. Maar dat kan niet. Nee toch? Niet dat we weer hetzelfde rondje gaan rijden. Ah, lijkt op het geval niet. Goddomme. Ja, 9 van de 10 keer vind ik het ook wel grappig om te zien. Als je van die snorscooters hebt die gewoon opgevoerd zijn, dat ze dan... dan halen ze je in, op een of andere manier. Dan het eerst volgende stoplicht, dan zie je ze weer. Dan denk ik altijd van, ja, maar wat heeft het dan voor nut om mij in te halen?
of überhaupt je scooter op te voeren. Het is gewoon puur het gevoel dat je wat sneller rijdt. Maar ja, als je echt gewoon letterlijk naar gaat kijken van ja, maar waarom heb ik mijn scooter opgevoerd? Dan is het niet helemaal zo van ja, maar waar doe ik dan überhaupt nog voor, weet je wel? Nou, ik denk dat ik alles wel heb besproken. Vonden jullie deze video nou tof? Geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van me zien? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zie ik jou bij de volgende video weer terug. Hey, hoi hoi!